De opbouw van het stadion hier in het Zuiderpark in Den Haag is al in volle gang. Want op 21 en 22 juli worden hier de finales gespeeld van het DELA EK Beachvolleybal 2018. En daar voorafgaand uiteraard nog de poolwedstrijden met ons Nederlands duo Bloem Sinema. Ik ben Laura Bloem, 28 jaar en ik ben een verdediger. Ik ben Jolie Sinema, ik ben 26 jaar en ik ben de blokkeerder van ons team. Laura, Jolien, hier gaan jullie straks spelen. Ja, ik kan niet wachten. Ja, kriebelt het al een beetje? Ja. Jullie trainen ook altijd op deze locatie, in dit zand. Je bent wel dit zand gewend en dat is wel het grootste verschil in beachvolleyballocaties. Zie, dat is een voordeel. Wat is er allemaal te doen in Den Haag? Je hebt het Vredespaleis en natuurlijk het strand met de pier. Daarnaast heb je nog de Hofvijver waar in 2015 ook het WK was. Laura, je bent verhuisd naar Den Haag, speciaal voor het volleybal. Jullie zijn nog niet heel erg lang een team met z'n tweeën. Jolien, jij benaderde Laura volgens mij. Hoe ging dat? Ja, ik was al aan het werk. Als arts, hè? Geneeskunde, ja. Dus ik moest wel eventjes dat nog even droppen daar. Maar spelen samen met Jolien in een team, die kans krijg je maar één keer, toch? Dat dacht ik. Noem dan eens iets wat wij nog niet weten over Laura. Even een klein geheimje. Laura kan ook heel goed kitesurfen. Dat is ze nu niet meer, omdat ze nu natuurlijk professioneel is. Uiteraard. Maar Jolien is officieel moestuinhouder. Waar het maar kan, verzamelt zij kleine plantjes en zaadjes. Echt waar? Dat vind ik een leuke hobby. Wie wil er altijd winnen van jullie twee? Ik bedoel, het is leuk met z'n tweeën, maar wat nou als je tegen elkaar komt te staan? Dan wil ik toch wel winnen. Ik ben heel benieuwd wie van jullie twee sneller is in karten. Ooit eerder gedaan? Ik niet. Niet? Nee. Dit ik wordt ook voor... een beetje zenuwachtig. Ik wel, ik ben hier de ervaren persoon. Dus die zenuwen van Laura, die zit terecht. Kijk eens, alsjeblieft. Zijn jullie normaal een beetje ijdel als beachvolleybalsters? Tijdens training en wedstrijden niet zo. Ja, in het veld heb je ook niet zoveel kansen. Dan heb je alleen zo'n bikini aan. Dan kan je niet heel veel kanten op. Als je in 30 graden speelt, is een bikini wel fijn. En als je zorgt dat je strak zit, dan is het perfect eigenlijk. Niet elke beel is hetzelfde. Niet elke beel is hetzelfde. Ready for? Let the games begin. Dit is Tim van Dijk, hij is profkarter. Ja. En hij zet voor jullie een tijd neer. Ja. En wie er het dichtstbij zit, heeft zo meteen gewonnen. Oké. Okay. Hey! Ja, sukkel. Wat, waar kennen jullie elkaar van? Van het beachvolleybal natuurlijk. Want ik ben een prof beachvolleyballer, Christian Varenhorst. Christian Varenhorst, wij wisten dat allemaal wel natuurlijk. Maar jullie hadden hem vast later. Ik vond hem al lang voor een karter. Oh, lang! Ik vond het langzaam. En jullie trainen ook samen met elkaar, hè? Ja, zeker. Gaan jullie hem inmaken? Absoluut. Die zit te duwen links-rechts. Hij wil er langs. Laura die komt langzaamaan een beetje van start. Ze voelt nog een beetje voorzichtig. Jolien. Oeh, Jolien. Oh. Jolien en Laura, ze blijven redelijk dicht bij elkaar. Je kunt zien dat ze een team zijn. Ja hoor. Met een super ronde tijd. En als eerste, Laura nog een klein stukje. En de kist gaat toch nog eens een keer en over de finish. Benieuwd naar de tijd. Wie zal het dichtst bij de tijd van Chris zitten? Let your sunshine through. Kings and queens on the beach. Champions. Die heb je gewonnen. Ja, terecht. Deze strijd zet zich niet voor, toch? Nee, kijk, ik ben ook alleen maar blij dat ze het zo goed mogelijk doet. Want uiteindelijk moeten we met z'n tweeën moeten we ook winnen. Dus hoe beter zij doet, hoe beter dat voor mij ook is. Oké. Okay. Ja, met dat zelfvertrouwen, maar ook met de winnersmentaliteit zit dat wel goed bij jullie allebei. Wat gaat er op de spandoeken staan? Bloemzin for the win. Bloemzin for the win, hoppa! Vooral heel erg genieten van spelen in eigen land en die 3000 oranje fans hier in het stadion. Absoluut. Ik kan niet wachten. Gaan we daarvoor? Goed. Ja.